Alle spelletjes komen aan het licht. Steeds meer mensen zullen het doorhebben. Ik zat even door dingen heen te bladeren. Zo heb ik een hele map van mijn revalidatiecentrum. Een revalidatieproject in Purmerend. Of mijn Argonaut. Gekeurd voor mijn Wajong. Een hele GGZ-map. Overal zijn goochelaars bezig. Graag alles willen omruilen. Niet door trauma's, pijnen heen zijn gegaan. Die ook zeker niet overwonnen, sterker geworden zijn. Maar wel alles van aan het kopiëren en daarmee bezig. En uiteindelijk zoveel mensen die dat ook zien. Uiteindelijk is het gewoon overal, komt het licht op. Steeds meer mensen zullen gaan praten. En zijn er drie die me liefde beginnen te begrijpen. Maar ik kwam ook andere formulieren tegen. Een onderzoek van 2005. 2705. Ik had eerst timmerman worden. Ja, je blijft zitten in de derde ook. En daarna heb ik 2 jaar sociaal-cultureel werk gedaan. Toen 1 jaartje sociaal-pedagogisch werk. Toen 1 jaartje oriënteren. En daaruit kwamen toch wel dingen. Maar was de vraag, want hier de vraagstelling. Ian wil de opleiding sociaal-cultureel werk niveau 4 weer gaan doen. Eerder liep hij hierin vast. Hij wil graag weten of hij een kans van slagen maakt. Of waar hij hulp bij nodig heeft. Als ik dan door die testen heen kijk, waar het van zeer laag tot zeer hoog gaat, en dan mijn woordenschat laag, logisch redeneren taal, gemiddeld laag, het totaal tamelijk laag. Weet ik dat ik door een hele upgrade ben gegaan. Door een heleboel herhalingen en typewerk op het internet. Heel veel gebruik te maken van de rode streepjes die overal onder komen. Rechtermuisklik. Klik en dan zie je welk woord en wat bedoelt u. Hoe vaker ik een woord tegen en mee bezig ben. Sociaal-cultureel werk, dat ik die opleiding de eerste keer ging doen, moest ik echt overschrijven. Als ik een toets aan het doen was, dat het daar ook goed stond. Weet ik. Maar we gaan zo meteen die andere kant op. Rekenvaardigheid. Laag gemiddeld. Cijferreeksen. Hoog gemiddeld. Logisch redeneren. Figuren. Gemiddeld. Ruimtelijk inzicht 2D. Hoog gemiddeld. Of tamelijk hoog. Dus dat is hoger dan hoog gemiddeld. Dan heb je nog hoog en zeer hoog. Ruimtelijk inzicht 3D. Tamelijk hoog. Snelheid, nauwkeurigheid en de dingen controleren. Hoog gemiddeld. Totale capaciteit. Gemiddeld. Volledig gevuld, dus net niet naar het hoog gemiddeld toe. Dus mijn woordenschat en mijn logisch redeneren in de taal. Hè? Maar het gemiddelde ben ik nog steeds goed gevuld gemiddeld. Dus kan je nagaan als mijn woordenschat en logisch redeneren in de taal, als je daar de updates nu wel bij kan zien, of stel je voor dat dat ook gewoon gemiddeld of hoog gemiddeld was. Dat is wat brainfuck met je doet. Dat is wat iemand dom houden doet. Om uiteindelijk dan hebben ze, noemen ze dat een VSW-test, noem ik het maar even. Maar motivatie, hoog gemiddeld. Concentratie, hoog. Studieaanpak, hoog gemiddeld. Tekst analyseren, laag gemiddeld. Planning, tamelijk hoog. Taalaanpak, tamelijk hoog. Memoriseren, gemiddeld. Faalangst,
tamelijk laag. Snap je? Ik heb mijn scheid. Ik weet wat mijn fouten zijn. Lichamelijke conditie. Laag gemiddeld. Welbevindend. Hoog gemiddeld. Daarmee is het ook gewoon. Deze kant, hè, het in de praktijk waar je dat allemaal niet voor nodig hebt, is gewoon hoog. Uiteindelijk gewoon hè, de taal, maar het hier naartoe. En ondertussen ben ik heel veel gegroeid in de taal. Ben ik lichamelijk wat zwakker geworden door mijn rugpijn en zo. Maar ja. Dat is argonaut. Uiteindelijk zijn mensen gewoon echt hun macht aan het misbruiken. Reportage. Psycho, diagnostics, loopbaanonderzoek. Een rapport is gemaakt 23 oktober 2007. Dus dat is weer 2 jaar later. Ja, dit onderzoek was aangevraagd door een verzekeringsarts van het UWV. Toen ik me wat jong kwam aanvragen. Mijn uitnodiging. Gewoon meteen naar het einde. Hierin is ook gewoon hele studie werkstuk wat we moeders gemaakt had over mij, waar dus ook alle brainfuck in zit, maar oké. Komt volgens mij ook hier een stukje naar voren toe. Betrokkenen komt uit het onderzoek naar voren als een jongeman die problemen heeft met het zelfstandig inrichten van zijn bestaan. Zijn onvermogen tot het inrichten van zijn schoolloopbaan heeft vooral van doen met de problemen die hij al in het adequaat omgaan met eisen vanuit zijn omgeving. Hij voelt zich verward en aangeslagen als er een beroep gedaan wordt op zijn zelfstandigheid. Hij blijkt niet goed in staat om zaken doelmatig en ordelijk aan te pakken en heeft dan de neiging om zich van een probleem af te wenden. Hij stelt dan zaken uit en heeft de hoop dat problemen zichzelf oplossen. Daarbij neigt hij er sterk toe om lichamelijke oorzaak van zijn uitstelgedrag te zoeken. De rugklachten zijn hier een voorbeeld van. Met plannen en ordenen van zaken heeft hij moeite. De feitelijke achtergrond van zijn onvermogen is evenwel het niet goed kunnen interpreteren van de feiten om hem heen. De oorzaak hiervan moet niet zozeer gezocht worden in zijn intelligentie, op matig VMBO-niveau, maar veel meer in een schizotypische persoonlijkheidsstoornis met autistische trekken. Hij vindt het moeilijk om zaken op een algemeen gebruikelijke manier te interpreteren en daarna te handelen. Hij geeft op deze manier vaak een eigen betekenis aan de feiten, waaronder zijn rugklachten. Ook in zijn sociale functioneren heeft dit gevolgen. Zaken die algemeen geaccepteerd zijn, zijn voor betrokkenen niet vanzelfsprekend. Dit maakt dat hij meer dan gemiddeld tot grensoverschrijdend gedrag kan komen. Hij kan moeilijk zelf aangeven wat wel en niet kan en heeft hier steun en begeleiding in nodig. De gestelde vragen kunnen als volgt beantwoord worden. Wat is de aard van de problematiek vanuit psychologisch gezichtspunt? Betrokkenen kan met gevolgen van een ontwikkelingsstoornis. Welke hebben geleid tot een persoonlijkheidsstoornis? Het is voor hem moeilijk om op een natuurlijke manier aansluiting te vinden op een maatschappelijke realiteit. Zijn gedrag vertoont daartoe te veel onaangepaste en schizotypische trekken. Betrokkenen blijkt weinig zicht te hebben op zijn problematiek
en is dan ook niet in staat om hier zelfstandig iets aan te doen door uitstelgedrag, procrastinatie en het zoeken naar een voor hem acceptabele redenen om tot positiviteit over te gaan, rugklachten, is hij vooralsnog in staat om het zelfstandig nemen van verantwoordelijkheden voor zich uit te schuiven. Is een onderbouwde diagnose te stellen. De best passende DSM-IV-diagnose is een schizotypische persoonlijkheidsstoornis. DSM-IV-301.22. Dit op grond van lichamelijke gewaarwordingen, magisch denken, ingeperkt affect, paranoïde denkbeelden en aard van zijn sociale contacten. Indien er sprake is van een psychische problematiek, in hoeverre is dit behandelbaar? Betrokken is aangewezen op specialistische behandeling en begeleiding in verband met zijn gedragsstoornissen. Omdat deze ook in het autistisch spectrum liggen, is te denken aan een behandeling in GGZ Horen, waar een specifieke opvang mogelijk is. Heeft betrokkenen een juiste keus gemaakt met zijn opleiding en zo nee, zijn er alternatieven? Betrokkenen zal met hiervoor omschreven persoonlijkheidsbeeld weinig kansen hebben in de beroepssfeer, waardoor hij opgeleid wordt. De afweging moet gemaakt worden of de inspanning die het afmaken van de opleiding vergt, overweegt tegen het praktische nut, arbeidsmarktperspectief. Met de opleiding in zijn huidige situatie is alternatief eenvoudig werkzaamheden, routine, structuur, maar toch enigszins afwisselend. Bijvoorbeeld lichtproductiewerk, magazijnwerk of interieuronderhoud. Naar verwachting kan hij hierin volledig functioneren. Het is gewoon dat met bij de dokter en alles. En naar dit onderzoek ook de MediMouse scan toch duidelijk laat zien wat er met mijn ruggenwervels allemaal aan de hand is. Is het van de ene fysiotherapie naar de andere fysiotherapie, waar al die fysiotherapeuten allemaal van, wow man, je rug is er echt heel slecht aan toe. Om deze dingen mee te krijgen. Waaruit onderzoek komt dat ik mezelf niet goed kan verwoorden. Dat ik die dingen ook niet dus ook goed uit kan leggen. Dus eigenlijk laat ze allemaal zelf zien met alle onderzoeken bij elkaar, wat ook gewoon meegeleverd wordt, dat ik mezelf niet goed kan verwoorden. En dan gaan ze ook, zeggen ze ook, het heeft niet te maken met intelligentie, maar gaan ze elke keer doen alsof ik mijn rugklachten aan het gebruiken ben, om maar niet te werken of dingen te doen. Dat ik elke keer denk, het komt vanzelf wel goed. Terwijl ik alles zelf moet doen. En terwijl dit onderzoek, en hoe dan ook, de familie en alles me schetst, heb ik gewoon sleutels van het wijkcentrum, van het buurthuis. Ben ik bardiensten aan het rijden, organiseer ik discoavonden, filmavonden. Ben ik bij kinderdisco's aan het rijden. Maar vooral het tienergedeelte wordt volledig aan mij overgelaten. Van de 30 stagiaires over dat Risdam was ik de enige die met tienerwerk bezig was. Alles ging perfect. Had ik geen ondersteuning, geen hulp nodig. Moest ik af en toe alleen vragen voor geld als er weer iets nodig was of zo. En met alles. Ik organiseerde heel feest wat echt aan was. Waarbij meteen heel jongerenwerk het volgende feest er per se ook bij moest zijn. Ze toen ook deel wouden nemen. Want hun zijn vooral dat soort dingen aan het werk. Ik doe het gewoon. Ik ken gewoon iedereen. Ik weet hoe ik me moet gedragen. En ik kan gewoon, iedereen kan mij begrijpen. Het is de brain fuck. Waardoor, en die mensen die zogenaamd doen alsof ze me niet snappen, wat verder gaat als grammar-nazi's, alleen maar verwarring aan het horen, dat ik het na een tijdje de taal gewoon heb opgegeven. Whatever hoe je het schrijft, whatever hoe je het zegt. Huismolen, prima. Wat jij wil. Je begrijpt wat ik bedoel? Stik erin. Ga ik er niet mee bezig zijn. Om het op zo'n manier te brengen. Hè, wanneer je dan uiteindelijk geanalyseerd moet worden. Maar verder onderzoek. En met kunnen kijken naar revalidatie in Purmerend. Waar ook gewoon hele
waar ook gewoon hele conclusies gekomen zijn. Waarbij ze ook gewoon hebben kunnen zien dat ik een scoliose in mijn bovenrug heb. Een lichte. Dat ik... onderin mijn rug is stijf. Heeft ook een naam. Het is dan wat ik zeg door het bol worden en door het stijf worden. Alsof dit een beetje hierin glijdt. Daardoor iets naar achter gaat en je daarom met twee vingers tussen mijn ruggenwervels kon. En mijn moeder daar tussen heb gezeten. Mijn zusje daar tussen heb gezeten. Uiteindelijk de brain fog weer allemaal komt dat het theoretisch niet mogelijk is. En degene die met me meegaan, we mezelf heel goed kunnen verwoorden als het om hun gaat. Maar niet helpen met mij verwoorden. Dus er maar bij zitten van, ja, ik weet het ook niet hoor. Jullie zien het, hè. De röntgenfoto's laten niks zien. Dus van, ja, wat moet ik dan als moeder? In plaats van, nou, meneer, dit klopt niet. Ik heb zelf mijn vingers ertussen geduwd. Kom op, nee, dan moet er een verder onderzoek komen. Dan gaan we een MRI-scan doen of zo, weet ik het. Iedereen heeft me elke keer overal in laten verdrinken. En dan overal maar doen alsof die pijnen er niet echt zijn. Terwijl ik gewoon begon met een botontsteking. Maand in het ziekenhuis aan het infuus liggen. Ik net ontslagen was, maar nog een weekje rustig moet doen. De week rust was over. Ik ben in een boom aan het klimmen, anderhalve meter, nog anderhalve meter en ik was beneden, maar ik val, breekt een tak af. Kom vol op mijn stuitje op een boom die al afgezaagd was, op de stronk zeg maar. Heb toen weer een maand op een luchtkussen gezeten, vette pijn. En ja, daarna is dat net hetzelfde geweest. Ging het door naar mijn rug, ging het door naar mijn nek. De ene last naar de andere last. Ja, dit was mijn fysio, de revalidatie. Polyklinische revalidatie. Fysiotherapie, ergotherapie. Zoveel fake allemaal omheen gedaan. Vraagstelling, revalidatie, chronische rugklachten. Medische voorgeschiedenis, chronische lage rugklachten waarvoor uitvoerig therapie, WO, IRFR en podotherapie. Ingestelde diagnose, XTWK DD 2004 was dat. Normaal aspect van lumbale en torocale wervelkolom met lichte kyphose. Minimale rechtsconvexe gloliose laag ter rokaal, geen afwijzingen voor Scheuermann. 11 juli 2007, X-CWK, geen afwijkingen, X-TWK, geen aanleg, anonimiteit, geen afwijkingen, X-normaal beeld. De patiënt geeft aan dat hij gebukt gaat onder de chronische rugklachten die gelokaliseerd zijn, torolokaal en laag in de rug. Niveau van functioneren. Als gevolg van rugklachten liggen de beperkingen op het gebied van somatisch. De patiënt is beperkt belastbaar, hetgeen MN tot uiting komt in vrije tijdsbesteding en sportactiviteiten. Maatschappelijk. De patiënt is thuiswonend en heeft naar lagere school en een technische vooropleiding uiteindelijk gekozen voor sociaal-cultureel werk op het Horizon College. Patiënt staat nu voor een stageperiode, hetgeen niet lukt in verband met zijn rugklachten. Psychie. Patiënt is moe en gaat gebukt onder het uitzichtloze en de duur van de chronische rugklachten. Van de chronische klachten en het onvermogen om jezelf doorbraak in te bewerkstelligen. Conclusie. Inmiddels 24-jarige jongeman met chronische therapieresidentie. Residenten. Aspectieve lage rugklachten waarbij MI depressiteit op de loer ligt. Hetgeen een impact heeft op het gebied van de vrije tijdsbesteding, beroepsopleiding en het... en in de toekomst arbeid. Het advies. Patiënt kan in aanmerking komen voor een gedragsgeoriënterend revalidatieprogramma bestaand uit ergotherapie, fysiotherapie en psychologie MN gericht op de bovengenoemde beperkingen.
Even dus de beperking besproken van eventueel de afstand, permanent of horapermanent. Waarbij uiteindelijk toch patiënt en zijn moeder gekozen hebben voor een, en zijn moeder, voor een locatie al hier. Patiënt zal met voorrang ingepland worden, even zal ook contact worden met de artbouwarts. Nou, uiteindelijk ben ik een heleboel keer eerst naar permanent geweest. Overweren, volgens mij. En daarna nog 10 keer of zo in de kersenwogend hier in Oran. Maar laat gewoon met al mijn geschiedenis zien hoeveel verwarring er weggehaald zou zijn als ik gewoon als mensen wel gewoon die DNA-test hadden gedaan. Als mensen wel gewoon konden laten zien dat ik familie was. En alle verwarring die veroorzaakt is, of waardoor ik er dan zo verward uitziet, is gewoon omdat ze misbruik hebben willen maken van wat jullie ook, wat ik jullie nou allemaal heb laten weten. Nou, dat is gewoon wat familie weet. En die informatie hebben ze gewoon door kunnen geven. Dat is gewoon waar de overheid, die valse agentjes, ook mee bezig zijn. Is alleen hiervan, hè? Je ziet hoe het elkaar overlapt. Waar een revalidatie in permanent met hele onderzoeken en hoe hun dan vinden en alles wat er moet gebeuren. Dus er heel echt uitziet voor hun en hoe ze naar mijn rug kijken en ja, tot steunzolen weet ik het allemaal aan toe. Wordt het allemaal heel serieus genomen. Er zijn hele onderzoeken die laten zien dat ik best intelligent ben. En uiteindelijk alles bij elkaar ook gewoon op hoog gemiddeld uitkom. Maar dat mijn taal echt beneden laag, echt laag is. En dat trekt me gemiddeld naar beneden. Het trekt me gemiddeld naar beneden. Maar het trekt niet mijn positief en waar ik goed ben naar beneden toe of zo. Dus mijn vaardigheden, en zeker in de praktijk, en het doorzettingsvermogen, en ik heb geen falingsangst. Ik kan gewoon overal, iedereen die weet van mijn gebrekken, ik heb zelfs leedvermaak over die dingen, zelfspot. Dus whatever, maar dat er gebruik van is gemaakt, en dat mensen dit dus hebben willen aansmeren, maar echt in nu deze tijd dan, hè. Hier waar ik dus nooit in heb gezeten, want ik heb echt rugklachten en ik word echt niet geholpen. En iedereen dus nu ook heb kunnen zien uit wat voor hekserij en wat er allemaal om me heen gebeurt. Om dan ook te zien met wat er nu dus aan het gebeuren is. Dat het niet alleen het niet helpen is, maar het ook gewoon verwaarlozen weg. En echt een DNA-test had kunnen laten zien van kijk, ik ben wel je vader, ik ben wel je moeder. Dat is al die brainfuck daar. Maar nee, er gaat zoveel overheen en zoveel heen. Dat mensen echt wel weten wat ze gedaan hebben. En daar hebben zoveel mensen hebben ze uiteindelijk besmet om er ook aan mee te doen. Dat ze niet alleen mij zo misbruikt hebben, maar dat ze ook gewoon mijn zusjes en alles, iedereen tot op hebben gezet. Zelfs mensen met wie ik goed was, die lopen nu allemaal als Scooby-Doo's. Hebben zogenaamd geen idee wat er allemaal afspeelt. Terwijl, ja, me gemiddeld. Of ik was gewoon al gemiddeld. Je kan aan die dingen zien dat ik een heleboel zo hoog score. En dat mijn taalgebrek goed opgedate is sinds 2005 of 2007. Dat we heel wat jaartjes verder zijn. Dat ik een heleboel dingen herhaald heb. Dat ik ook gewoon, ik heb geen ondertiteling nodig als ik naar Engels aan het luisteren ben. Met sommige dingen moet ik nog even nadenken of als ik het woord moet zoeken. En begrijp ik iets ook wel en dan hoef ik niet eens te weten. Maar mijn Engels horen is gewoon, staat gewoon op 95%. Dus we moeten niet met die dure, chique, dan klink ik zakelijker, woorden erin gaan gooien. Dat is hetzelfde als hier in het Nederlands. Heb ik ook gewoon, maar ik kan heel vaak gewoon, zeker de laatste 3 jaar wil ik van een heleboel woorden wat blijft hangen, weten wat de definitie is om het meer te kunnen inkleuren of zo. Maar ik weet gewoon, met alle onderzoeken die er liggen, om ook het verslag mee te nemen van Jannie die ze voor de opleiding heb gemaakt, dat als ze dat wel serieus nemen, is het nog duisterder
Toch hoe ze me nu hebben behandeld, me laten stikken in die shit, me niet helpen en alleen maar meehelpen, meer verwarring veroorzaken, omdat ze me die schizofrenie, die psychose willen in hebben. Dat lukt gewoon niet, het is gewoon niet, het is gewoon allemaal nep en ten tijde, ik ben gewoon sterker als dat. Plus dat ik nu de leugens zie, ook nog eens gewoon gegroeid ben, ik ben gewoon volwassen geworden in dit. En is het echt met ook nog dit, kleur maar in, ik woon 12 uur op mezelf, mijn ouders zijn geen 12 uur bij me langs geweest hoor. En met alle problemen wat je ziet met het niet goed kunnen verwoorden en het dus ook niet kunnen uitleggen van mijn rugklachten, waarvan iedereen weet om me heen dat die rugklachten echt zijn, zeker in die hun vingers tik 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 tussen mijn ruggenwervels konden douwen, om dan ook nog te zien, gewoon hier niet komen, maar ik leef ook gewoon in een huis hoor, gebouwd, weet ik het, 1970, begin jaren 80, of eind, ja, misschien begin jaren 80. Gewoon, alles is op hoogte voor mensen die 1,75 meter zijn. Tegelijkertijd is gewoon alles een fitnessoefening voor me, wanneer ik aan het afwassen ben bijvoorbeeld. En ja, heb ik een heleboel dingen moeten aanpassen. Maar zelfs met dat ben ik nooit geholpen. Dus het is niet dat ik geholpen ben met me verwoorden, daardoor een heleboel mensen dingen gaan schetsen. Zijn ze zelfs mee gaan steken, mee dingen opgooien om dit ook bij jullie zo te schetsen. Waar ze eerder al natuurlijk naar de overheid en het Argonaut helemaal hun verslag meegegeven. Want dit is de kijk op Ian. Wat ze dus ook hebben meegenomen. Waardoor ze eigenlijk ook wel een beetje naar me kijken. Maar dat de rest van het onderzoek gewoon laat zien dat het alleen de taal is waar ik een gebrek mee heb. En het leven draait meer dan ze alleen kunnen praten. En een heleboel mensen weten, met wie ik ook echt heb gechilled, goede gesprekken heb gehad, dat ik echt met je spirit bezig ben en niet met al die onzin. Dus leuk dat iemand ergens voor geleerd hebben. Maar als jullie niet snappen dat voor mij het verraad ook gewoon steeds duidelijker en duidelijker en duidelijker wordt, dat ik er ook gewoon... Ik wil niet boos doen, ik ga niet agressief doen. Dat is ook bij die verlichting. Ik ga ook niet depressief doen en alles wordt ook bij die verlichting. Maar het is toch wel overduidelijk dat ik er alle recht op heb. En het is toch ook gewoon, ik ga niet de psychose in of zo. Maar dit is toch ook gewoon om gek van te worden. Wordt gewoon geaccepteerd dat alles op internet... terwijl dat ik begon te praten in 2020 over maskers... Daarvoor heb ik elke keer gewoon aan mijn ouders ook verteld wat er was. En toen ging ik ook uitleggen van, ik ben gewoon met de overheid aan het praten. Die zijn gewoon alles aan het wegmoffelen. Het zegt dat ik al die stapjes kon doen. Elke keer konden ze niet bij me komen. Tot mijn testimonial video maken, 2 maanden niet langskomen hier binnen. Laat ik de Witte Arena zien, de aflevering van Chris. Denk je dat dat iets doet? En dan maar blijven doen alsof ik gek ben. Ik heb echt te maken met rituelen of zo waar ze me allemaal doorheen brengen. Ik als slachtoffer hun erop vooruit. Is het echt dat Sandra iets gestolen heeft? Die woont zelfs misschien wel in een huis van me of zo. Echt iets gekregen heb ook. En gestolen dus. Is het alles om me heen? Heb ook allemaal iets gekregen. En hoe dichterbij. Beefy, hem, homie waar ik over praatte. Goed over aan het praten was ook en zo toch. Heb ook allemaal dingen gekregen gehoord. Ook bij deze oplichting. Was ook aan het spelen met mijn energie. En expres niet bezig met waar ik mee bezig ben. Niet met zijn ziel, maar voornamelijk hoe geweldig. En geld en dit. En kom, ik heb een nieuwe auto, man. Kom kijken. Allemaal dingen. En zogenaamd lijkt wel sommigen bezig waren met jaloezie. Terwijl ze weten dat ik nooit jaloezie op iets heb gehad waar ze mee bezig zijn. En alleen maar blij voor hun ben, want hun zijn er toch blij mee. Maar het zegt gewoon diep verraad wat hier bezig is. Waar ik eigenlijk gewoon diep ongelukkig van zou moeten worden. Nou, mijn vibratie en mijn frequentie is hoog. Waar ik echt heel boos en woedend aan zou moeten worden naar iedereen die me dit aandoet. Maar ja, kan ook niet, want ik ben verlicht, kan daar niet heen. Maar na een tijdje blijkt wel alsof mijn licht zo hard moet staan of zo. Dat dan... Ze blijven maar olie opgooien. Het enige wat ik kan doen is mezelf meer liefde geven. Hun allemaal vergeven voor wat ze aan het doen zijn of zo. Ik kan niks vergeten. Dus ze zijn zoveel dingen aan het afsluiten.
Maar sommigen zijn gewoon jarenlang traject is dit. Allemaal maar om mij klein, dus deze dingen aan te smeren. Omdat ze allemaal weten hoe slim ik ben. En dan, dat is de extra brainfuck erin. Met als niemand mij gelooft, ja, dan ziet het eruit alsof ik verwarrend ben. Maar zijn we hier al 2 jaar lang mee bezig? Heb ik zoveel bewijzen? Dat is echt. Zometeen laat ik heleboel dingen los en doe ik volgend jaar gewoon aangifte voor alles. En iedereen die hier iets mee te maken heeft gehad. Echt van A tot en met Z. En ik zet overal puntjes op de I en op de J.